Okay, wat er vooraf kijken. Ging in Mindtopia. Ik heb het al een maand gewerkt. Twan is nog in de gevangenis. En ik moet hem eruit zien te halen. Moly. Twee pistolen, twee knuppels. En fucking veel pijlen. Ik heb de wapens geregeld, ik regel het geld. Regel jij de mannen, regel jij de plannen. Blauwdrukken, die kan hij waarschijnlijk wel regelen. Op de een of andere manier. Die heb ik nog wel ergens in mijn broekzak liggen of zo. Ja, nou, in je hoofd misschien. Want ben je echt zo dom als je lijkt. Oké, helaas is de rest niet meegekomen, jongens. Ik denk dat het tijd is dat we de gevangenis gaan benaderen. Het is helaas nog niet donker, dus we zijn wel een beetje snel. Maar zien jullie de boot? Ja. Daarachter? Als ze daar nou eens naartoe gaan. Oh, moet je niet proberen mij aan te varen. Oh, nou dankjewel. Nou, dan gaan we maar een stukje zwemmen. Beter doen jullie dat. Laat je boot hier liggen voordat ze straks opvallen. Dan zwemmen we gewoon naar die boot. Oké, jij hebt... Wat is dat voor ding, Lisa? Dit is een pickaxe. Oké, we doen heel voorzichtig. We benaderen het eiland. En via de boot kunnen we even een point of view krijgen van hoe wij naar binnen gaan. Er zal wel heel veel bewaking zijn, dus we moeten echt oppassen. Don, heb jij de kaart bij je? Ja. Oké, voorzichtig. Oké, ik zie al wat in de verte. De diepoort moeten we naar binnen, daar zal Twanny zijn. Oké, wat hebben we allemaal bij ons? Ik heb mijn pistool bij me. Ook. Ik heb een knuppel bij me. Een steen, wat hout. Ik denk dat het wel moet lukken. Ja. Hoe gaan we hier naar boven? Kan jij misschien een stuk van een rand van die boot kapot slaan of zo, dat we hier naar boven kunnen? Lisa? Ja, sure. Oké. Kijk even of er niemand is op die boot. Hou je pistolen bij de hand. Oké. Hier, anders... Ja, zo, goed. Ik heb ook anders nog dat hout, dat kunnen we er tegenaan zetten. Ja, Lisa, kan het? Ja, Oké, mooi. Helemaal goed. Kunnen we hier er zo uit? Nee, we moeten maar even een plateautje maken. Oké, hier kunnen we erin. Zo. Oké, voorzichtig. Pistolen vasthouden, jongens. Oh, man. Ik zie daar een vuurtoren, dus we kunnen daar eventueel via daar ontsnappen richting de... Oh, ik hoor wat. Zijn dat... Volgens mij zijn dat agenten. Niemand zit hier verder op de boot. Oké, voorzichtig. Oh, jongens, ik zie de agenten in de verte. Oké, lopen. Oké, even zien. Ik heb nog één hoop blok. Maar we moeten nog een blokje. Oké, kom. In het water. Dus even zien. Kunnen wij er hier op? Zo. Kan jij daar een blok in het water zetten? Oké, mooi. Dankjewel. Oké, nou dit gaat niet lukken. Sla even dit hoop blok weg. Even iets aan de kant, dan mee dat even doen. Ik kan ook springen. Ja, zo. Oké, ja, we zitten er nooit. Kom. Oh, ook goed. Oké, pistolen gereed, jongens. Zorg dat je niet gespot wordt. Ik kijk eventjes. Ik zie daar een agent. Die is met zijn hond bezig. En... Oh, terug. Oké. Die agent. Probeer zo min mogelijk te schieten. En ja, jullie hebben jullie silencers erop. Dus stel er gebeurt wat. Doe voorzichtig, oké? Even zien. Kunnen we nu snel... Oh, shit. Zit. Volgens mij heeft hij ons gezien. Hoor je hem? Dat hij weg is. Oké, we zijn toch in zwarte kleding, dus ze vallen niet zo snel op. Oké, ik denk dat we even een andere aanpak moeten nemen. Kunnen we hier nog omheen? Ja, we kunnen hier dit plateau op, maar dan moet dit even weggeslagen worden. Kan jij daar de... Ja, goed bezig. Kan jij dat ding wegslaan? Oké, go. Hé, ik hoor wat. Shit, voorzichtig. Tegen de wand aan. Wacht even hoor, ik gooi even die steen. Oh nee. Kom. Loop door. Oké. Even zien. We kunnen hier zo naar binnen breken. Deze poort zit dicht. Dus als jij die weg kan slaan, Lisa. Nog eentje erboven. Oké, voorzichtig. Oké, naar de bussen. Oké, als het goed is zijn hier geen agenten. Dan kijken we eventjes. Daarvoor staan er twee. En ik denk dat we even tussen de bussen door moeten lopen. Dus kom. Zo, blijf doorlopen. Hier de bussen. Oké.
Zo, even zien. Ik heb hier een steen bij me en die ga ik straks gooien. En hopelijk worden ze afgeleid. Dus even een klein momentje. Gooien we die tegen die bus aan. En dan gaan ze... Bam, up. Oké, hopelijk lopen ze nu weg. Even kijken. Oké, snel jongens, snel, 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 snel. Oké. Even zien. Oké. Ik zie geen optie om hier zo langs heen te komen. Dus er loopt nog één agent met een hond. Hebben jullie de silencers goed erop zetten? Ja. Oké, schiet hem neer, oké? Go. 3, 2, 1, go. Schiet hem. Schiet hem. Oh, het was... Ja, oké, nice. En die hond? Oké, hij is dood. Ja. Oh, gelukkig. Oh, hij heeft me wel geraakt. Oh, kut. Oké, we gaan hier naar binnen. En dan gaan we op zoek naar Twanny. Let's go. Snel, snel, snel. Oké, voorzichtig. Er lopen hier nog steeds heel veel security guards. Heb je toevallig nog wat te eten bij ja, Lisa? Ja, hier. Ik heb nog genoeg. Oh, dankjewel. Oké, even wat eten. Oké, ik heb een gun meegenomen voor Twanny. Dus eventueel als we straks iemand tegenkomen dan, en we hebben een probleem, dan moet dat wel te regelen zijn. Oké, dit zijn de trappen naar celblok 5. Waar zit hij precies? Ja, waar zit hij? Nou, er zijn plannen dat hij hier aan het einde zou zijn. Zij in ieder geval... Oh. Ja, dat heeft Doneman gezegd. Maar pas op, want er lopen hier nog steeds security guards. Oh, kut, 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 kut. Het is hier ook zo donker, dus ze zien ook gewoon ons niet, hè? Oh. Oké, schiet hem neer. Bam. Oké, die is dood. Pas op voor de rest, oké? Want ze lopen hier nog steeds. Oké, volgende paal, volgende paal. Zo. En doorlopen, 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 doorlopen. Oké, daarachter loopt er nog één. Heb je pistooltjes bij je? Yep. Oké, voorzichtig. Hij heeft daar nog een waakhond. Dus die kan ons ruiken. Oké, we moeten nu sprinten. Blijf doorrennen, oké? Blijf doorrennen. Doorrennen, 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 doorrennen. Oké. Hier zitten wel cellen, maar zit hij hier niet? Zat het erover dat hij hier zat? Even kijken hoor. Oh, hou je de wacht. Nee. Hier is niemand. Misschien boven of zo. Oh ja, celblok 5 nog steeds. Maar goed, voorzichtig. Oké, check die rand, oké? Check die rand. Oké. Nee, niemand, niemand. Veilig, oh. Oké, voorzichtig. Eens even zien. Huh? Wat? Shit! Agenten! Help! Hou me op afstand, hou me op afstand! Shit, weer geraakt. Fuck jou! Zo! Leon, ben jij dat? Ja, Twanny. Oké, hou die agent op afstand, jongens. Zorg niet dat ze boven komen. Twanny, deze vent gaat niet mee! Ga weg! Ga weg! Schiet hem maar neer, Twanny. Alles wat je hebt gedaan tegen mij. Ik heb geen zin om vervelende achterstandse jochies mee te nemen. Oké, nice. Zo. Pak zijn spullen, want hij... Komt hij aan? Ik weet niet. Nou, we moeten hier snel weg. Oké, jongens. Volg jullie. Als het goed is, zit de Core George hier in de buurt. Pas op, want ze kunnen nog beschieten. Eens even zien. Politieagenten zijn naar beneden. Schiet ze neer. Oké, even zien. Waar zit het hier? Ja, hier zit de Core George. Waar is de trap naar beneden? Hier. Oké, hou ze op afstand, jongens. Hou ze op afstand. Blijf schieten, blijf schieten. Verdomme. Oké, jongens, meelopen. Snel, ren. Lisa, kom. Snel. Twanny. Ja. Pas op voor die politieagenten. Komen steeds dichterbij. Oké, blijf rennen. Waar gaan we naartoe? Hoe komen we eruit? Oké. Pas op, die agenten. Hou ze onder vuur. Halt. Schiet de TNT af, Lisa. Snel. Blast op. Jongens, jullie maken geen schijn van kunst tegen ons. Wij zijn met veel meer agenten. Holy shit. Oké, jongens. Schiet en ren weg. Snel. Kom op. Oké, snel eruit. Kom op, Gor. Ja, kom op. Eruit. Ik geef dekking. Straks. Oké, sorry. Kom. Go. Ren. Even kijken. Hier is de zee. Als het goed is, zijn hier ergens bootjes in de buurt. Dan kunnen we daar wel ontsnappen. Snel. Ren weg, jongens. Ren. Oké, man. Zit de politie nog achter ons aan? Nee, toch? Nee, we zijn ze kwijt. Oké, waar is je pistool, man?
hier. Je kan hier niet zomaar rondlopen zonder geweer. Je kan elk moment neergeschoten worden. Oh, ik ben het nou zo gewend zonder een pistool en zonder helemaal niks en dan... Oké, even kijken. Weer rond te lopen. De pistool is zo graag. Naar dat eiland daar verderop zwemmen anders. Ja, dat wordt er niet. Het gaat nou ook regenen. Ik denk dat we hier even onderdak moeten zoeken. Pas op. Ja. Oh, kut. Ah, fuck. Dat voelde ik. Okay, jongens, hier zoeken we even onderdak. Ja. Ik denk dat het makkelijkste is dat we gewoon zo snel mogelijk van dat eiland afgaan op zoek. Ja. Naar de boot die we hier ergens hebben aangemeerd. Twan. Ja. Wat had die vent allemaal voor spullen bij zich? Ja, ik weet niet hoe die aankomt, maar hij had deze hakbijl. En hij had ook nog een schep en dat was het. Oké, weet je wat je gaat doen? Hak wat hout. Ja. Zorg dat we dat hout krijgen en dat we dan gelijk bootjes kunnen maken om te ontsnappen ofzo. Want we hebben geen roeiboten bij ons. Ja, dat zal ik doen. Oké. Ben zo terug. Ja, tot straks. Oké, ik wil dat hier verder niemand wat van af weet. Ook niet op een bouwbedrijf. Komt goed. We moeten dit CS spelen. Je hebt jezelf bewezen, Don, dat zeker. Maar goed, er is nog één probleem. Dat is de betaling. Ja, hoe zit dat nou met die belofte? Want ik wilde graag mijn geld vrij krijgen. Ja, dat komt allemaal goed, Lisa. Don, ja? Regel jij het maar even af, Don. Gaan we doen? Met liefde. Ja. Ho. Oké. Goed zo. Nice. Kijk. Dan heb je het hout? Ja, ik heb hout. Oké. Ja, Lisa die moest nog wat dingetjes afhandelen. Oké. Dus ik denk dat we wel met z'n drieën gaan redden. Oké. Laten we maar snel die bootjes in elkaar zetten en hier weggaan. Verdomd eiland, ik hoop dat we hier nooit meer terug hoeven te komen in ieder geval. Ja, oké.